Hi, ik ben Krijn van Praxis en vandaag ga ik een pergola bouwen. Ik ga uitleggen hoe je de palen stevig in de grond bevestigt en hoe je voorkomt dat deze gaan rotten. Dit is het gereedschap en materiaal wat ik hiervoor nodig heb. Wil je het gereedschap en materiaal nog eens rustig teruglezen? Bekijk dan het stappenplan op onze website. Het leuke van een pergola is dat er ontelbaar veel mogelijkheden zijn. Zo kun je zelf de afmeting en de materiaalsoort bepalen en de uiteindelijke afwerking. Ik ga deze pergola maken van geïmpregneerde tuinpalen. Die hebben een lange levensduur. Daarnaast kun je nadenken over het dak dat je op je pergola wilt hebben. Deze kun je van hout maken of bijvoorbeeld met schaduwdoek of zelfs laten begroeien. De afmeting van deze pergola wordt 3 meter bij 5 en ongeveer 2,40 meter hoog. Dan kan ik nu beginnen. Stap 1. Afmeting bepalen. Hiervoor heb ik nodig piketpaaltjes, een hamer, een rolmaat, metselkoord en een bouwhaak. Zorg ervoor dat de ondergrond altijd netjes en schoon is, zodat je gemakkelijk kunt werken. Dan kan ik nu de maat van de pergola gaan uitzetten. Dit doe ik met behulp van piketpaaltjes en metselkoord. Voordat ik de maat heb bepaald, heb ik rekening gehouden met het beschikbare hout. Deze pergola wordt 3x5, daarom heb ik tuinpalen van 3 meter gekocht. De pergola gaan we plaatsen langs de schutting, dus we kunnen haaks vanuit de schutting de maat gaan bepalen. Hiervoor gebruik ik de piketpalen en de metselkoord. De eerste maat die ik ga bepalen is de lijn voor de achterste palen. Dat zijn dus 3 stuks. Ik zet de piketpalen verder uit elkaar dan 5 meter, zodat ik uiteindelijk geen last heb bij het plaatsen van de palen en dat ik de palen langs de draad kan zetten. Hierdoor heb ik altijd een kaarsrechte lijn. Het dak van de pergola is 3x5. De palen schieten aan alle kanten 20 centimeter naar binnen toe. De eerste maat die ik dus uitzet is zo'n 30 centimeter vanaf de schutting. Dan kan ik nu de positie van de voorste rij palen gaan uitzetten. Dit doe ik wederom met piketpaaltjes en metselkoord. De plaats bepaal ik door te meten uit de achterste draad. Ik ga 3 meter naar voren toe. Het is belangrijk als je de draad spant om rekening te houden dat hij goed vrij hangt. Dat hij dus niet tegen een blaadje, takje of een stukje gras aanhangt, want dan onderbreek je de lijn en zal de draad niet meer recht zijn. Ik heb de positie van de palen uitgezet en weet precies waar de staanders moeten komen te staan. Dan kan ik nu door met stap 2, constructie voorbereiden. Hiervoor heb ik nodig geïmpregneerde tuinpalen van 3 meter, een afkortzaag, rubberseal, een rolmaat, een winkelhaak en een potlood. Voor deze klus gebruik ik handschoenen omdat het hout kan splinteren en gehoorbescherming. Dan gaan we nu verder met de verdeling van de palen. In totaal hebben we 30 palen. De eerste 6 gaan in de grond. Vervolgens plaats ik de dwarsbalken. De dwarsbalken komen alleen langs de lange kant. Je hebt dus 2 balken per kant nodig. Dat zijn er 4. Daarna kan ik de dwarsliggers gaan plaatsen. Die gaan er weer overheen. Dat zijn er 17. Hierna hou ik nog 3 balken over. Daarvan ga ik schuine schoren maken. Dit laat ik je later zien. De schoor zorgt voor extra stabiliteit in de constructie. Je wilt natuurlijk niet dat de palen gaan rotten. Daarom behandel ik ze met rubberseal. De palen gaan voor een stevige constructie 60 centimeter de grond in en het is dan ook die 60 centimeter die ik in de rubberseal zet. Zorg ervoor dat de rubberseal goed droog is voordat je de palen in de grond zet. Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Ik heb de 6 staanders behandeld met rubberseal en deze laat ik drogen. In de tussentijd kan ik alvast gaan voorzagen. We beginnen met de dwarsbalken. De dwarsbalken moeten elk 2,50 meter worden. Daarvan zaag ik dus bij 4 balken 50 centimeter eraf.
Vervolgens hebben we de 17 dwarsliggers. Daarbij zag ik aan weerskanten een 45 graden kant. Van de laatste drie balken zag ik 12 schoren. Zo kan er bij elke staander 2 schoren komen voor extra stevigheid. We hebben 2 lengtes schuine schoor. De schuine schoren komen in alle hoeken van de pergola en die komen dus onder de dwarsbalk, maar ook onder de dwarsligger. Als eerste de schuine schoor die onder de dwarsbalk komt. Dat is de kortste. Die is 70 centimeter en heeft aan weerskanten een 45 graden kant. De schuine schoor die onder de dwarsligger komt, daar moet je 6,8 centimeter bij optellen, namelijk de dikte van de tuinpaal. Die wordt dus 76,8 centimeter, met ook aan weerskanten een 45 graden kant. De schuine schoren geven de pergola extra stevigheid voor bijvoorbeeld wind. Ik heb alles goed voorbereid, dan kan ik nu door naar stap 3, gaten graven. Hiervoor heb ik nodig een steekschop, een grondboor, een rolmaat en tape. Om de staanders precies op de goede plaats te krijgen, begin ik met de grondboor. Ik ga een gat boren op de locatie van het piketpaaltje. Het gat moet 60 centimeter diep worden en daarom heb ik nog een handige tip voor je. Plaats een tapeje op 60 centimeter vanuit de onderzijde van de grondboor, dan ben je altijd diep genoeg. Nadat ik het gat heb geboord, steek ik een stukje gras weg, omdat we later met snelbeton gaan werken. Zo creëer je een soort trechtertje waar je het snelbeton makkelijk in kunt gieten. Aan het einde controleer ik nog één keer met de grondboor of het gat echt 60 centimeter diep is en klaar is Kees. Alle gaten zijn gegraven. Dan kan ik nu door naar stap 4, staanders plaatsen. Hiervoor heb ik nodig snelbeton, een emmer met water, een lange waterpas, een handzaag, een winkelhaak, een potlood en natuurlijk de staanders. Dan kan ik nu de eerste paal gaan plaatsen. De volgorde van plaatsen maakt in principe niet uit omdat je langs de draad werkt. Ik begin met de buitenste paal. Zet de paal in het gat en je weet precies hoe diep je moet omdat je de rand van de rubberziel kunt aanhouden. Vervolgens zet je hem strak langs de draad en controleer je aan weerskanten of de paal waterpas staat. Hierna kan je het snelbeton toevoegen. Doe altijd eerst water en dan pas het snelbeton. Bij een pergola heb je veel klussen waarbij je meerdere handjes kunt gebruiken. Ik heb daarom besloten om een collega te vragen. Nadat je het snelbeton hebt toegevoegd, controleer je nogmaals aan weerskanten of de paal nog steeds waterpas staat. De naam snelbeton zegt het al, snelbeton hardt extra snel uit. Toch is het wijs om de paal nog eventjes vast te houden en misschien nog een aantal keer te controleren. Als het beton volledig is uitgehard, kunnen we door met de volgende stap. Ben je nou benieuwd naar de exacte droogtijd van het snelbeton? Raadpleeg dan de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Alle staanders zijn geplaatst en staan keurig waterpas. De rubberziel geeft een indicatie voor de diepte om de paal te plaatsen, maar het is natuurlijk onmogelijk om op deze manier alle palen exact op dezelfde hoogte te krijgen. Dit gaan we controleren door middel van een waterpas op een lange lat die we aan de bovenkant van de staanders plaatsen. Hiermee plaatsen we een waterpassenlijn en zodra de snelbeton volledig is uitgehard, kunnen we eventueel te lange palen afzagen. Bij het bepalen van de hoogte van de staanders gaan we uit van de hoogte van de laagste staander. Die zetten we door naar alle andere staanders om ze vervolgens op maat te zagen. Heb ik nog een tip om te voorkomen dat je scheef zaagt? Zet de lijn rondom op de paal met de winkelhaak, dan kan je goed controleren of je recht gaat. Stap 5, dwarsbalken monteren. Hiervoor heb ik nodig een accu-schroefmachine, een accu-boormachine, een 5 mm houtboor, schroeven 5×100, een winkelhaak, een potlood, een lange waterpas en natuurlijk de dwarsbalken. De staanders staan stevig in de grond, dan kan ik nu de 4 dwarsbalken gaan monteren. Je kunt ervoor kiezen om de dwarsbalken aan de voorkant van de staander te plaatsen of er bovenop. Wij plaatsen ze bovenop, zodat je later geen schroefgaten in zicht hebt. Voor het gemak heb ik het hart van de middelste staander alvast afgetekend, zodat ik precies weet waar ik kan beginnen. Zorg ervoor dat je het hout altijd voorboort. Dit voorkomt dat het hout splijt en je voorkomt dat je schroeven afbreken. We zetten de balken vast met schroeven 5×100, wat inhoudt dat ze 5 mm dik zijn, dus ik boor voor met een 5 mm boortje. 100 is de lengte, dus 10 centimeter. Voor de lengte is het belangrijk dat je ongeveer 1,5 keer de dikte van de balk als lengte aanhoudt. Deze balk is 6 centimeter, je zou dus minimaal 9 centimeter schroeven nodig hebben.
Voordat je de balk vastschroeft, hou je goed in de gaten of hij aan weerskanten mooi gelijk is. Het kan zijn dat de paal bijvoorbeeld wat gedraaid staat. Dan kun je de bovenligger iets meedraaien en als hij met twee schroeven vast zit, weer terugdraaien. Voordat ik de staander op de hoek ook vastzet, controleer ik nog één keer of deze mooi waterpas staat. De voorste dwarsbalken zijn gemonteerd en zoals je ziet hebben we aan weerskanten een identieke overstek. Dit komt omdat we vanuit het hart van de middelste staander zijn begonnen en omdat we secuur de maat hebben uitgezet. Stap 6. Dwarsliggers bevestigen. Hiervoor heb ik nodig een accu-schroefmachine, een accu-boormachine, een 5 mm houtboor, schroeven 5×100, een rolmaat, een potlood, een winkelhaak, een lange waterpas en natuurlijk de dwarsliggers. In dit ontwerp is er gekozen om te werken met 17 dwarsliggers. De eerste drie dwarsliggers komen boven de staanders, zodat alles mooi in lijn loopt. Vervolgens hou je dus twee vakken over waar je de laatste 14 dwarsliggers over verdeelt. 7 dwarsliggers per vak. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je ervoor kan zorgen dat deze precies om de juiste afstand liggen. In dit ontwerp is er ook gekozen voor een overstek. De overstek in dit ontwerp is 12 centimeter aan de onderzijde van de ligger. Ook bij de dwarsliggers is het belangrijk om alle schroefgaten voor te boren. Ook zorg ik ervoor dat elke balk met minimaal 2 schroeven vast zit, zodat deze niet meer kan draaien. De eerste 3 dwarsliggers zijn geplaatst. Nu kunnen we de overige 7 dwarsliggers per vak gaan verdelen. Ik ga je nu uitleggen hoe je het makkelijkst de tussenmaat berekent. Je neemt de totale breedte van het vak, dus tussen de balken in. Daarna gaan we natuurlijk 7 balken plaatsen. Dus je moet de breedte van de 7 balken ervan afhalen. Vervolgens de maat die je dan overhoudt deel je door 8, omdat je tussen de 7 balken 8 vakken krijgt. Dat is je tussenmaat. Ik heb voor het gemak 2 klosjes gezaagd die precies de tussenmaat aangeven van de dwarsliggers. Als je hiermee werkt moet je natuurlijk wel zeker weten dat de voor- en achterzijde precies even lang zijn. Dan kan ik nu door naar stap 7, schuine schoren bevestigen. Hiervoor heb ik nodig een accu-schroefmachine, een accu-boormachine, een houtboordje 5 mm, schroeven 5×100 en natuurlijk de schuine schoren. Alle dwarsliggers zijn bevestigd en het begint al aardig op een pergola te lijken. Dan kunnen we nu de schuine schoren gaan plaatsen. Zoals eerder uitgelegd hebben we 2 lengtes schuine schoren. De lange schoor komt onder de dwarsligger, de korte schoor komt onder de dwarsbalk. Dus de korte aan de voorkant en de lange aan de zijkant. Hier komt weinig meter bij kijken, want de schoren hebben aan weerskanten een 45 graden kant. Dus als je hem goed in de hoek drukt, moet hij aan weerskanten mooi aansluiten en zorgt het voor veel stevigheid. Ook de schuine schoren boren we netjes voor en zetten we vast met 2 schroeven per kant. Als tip wil ik je nog meegeven dat wanneer je werkt met hout, je werkt met een natuurproduct. Geen enkele balk is daarom 100% identiek. Hou dit goed in de gaten, zodat alle balken mooi aansluiten en een prachtig eindresultaat krijgt. Alle schuine schoren zijn bevestigd en de pergola is af. Natuurlijk kun je deze nog naar eigen wens personaliseren. Zo kun je hem schilderen, vergeet dan niet de schroefgaatjes te plamuren. Of kun je bijvoorbeeld klimplanten tegen de staanders op laten groeien. Maar je kunt er ook over nadenken om nog iets op het dak te plaatsen. Bijvoorbeeld een rieten mat, of een schaduwdoek, of een schapenrek. De mogelijkheden zijn eindeloos. Ook kun je erover nadenken om bijvoorbeeld een vlonder of tegels onder de pergola te plaatsen. Als je hier meer informatie over wil, bekijk dan de stappenplannen op onze website. Zo maak je een pergola.